Mijn naam is Harmen Frodo. En vandaag gaan we het hebben over de vraag: kan er een Frodo Power 2.0 gaan komen? Voor de mensen die het concept van Frodo Power nooit hebben gekend. Frodo Power was mei 2018. Mijn allereerste maand dat ik 1 maand lang dagelijks geüpload heb. Dat waren 34 video's en op een paar dagen weer 2 keer geüpload en zo. En vandaag kijken we dus van, zou een Frodo Power 2.0 weer in mei elke dag dagelijks uploaden? Zou dat mogelijk zijn? Zou dat kunnen? Ik heb hier mijn laptop erbij. Dan gaan we even over een paar video's hebben. Het ligt namelijk niet zo makkelijk met Frodo Power. Het probleem aan Frodo Power is dat er een hele hoop video's gemaakt zijn destijds, waar ik tegenwoordig geen groen licht meer voor wil geven. Ik ben heel hard bezig met mijn kanaal proberen een kwaliteitslevel omhoog te krijgen. En dat gaat niet lukken met video's die in Frodo Power voorbij kwamen. Frodo Power begon met een livestream van 1.5 uur. Livestreamen doe ik niet meer. Waarom? Daar ga ik nog een keer een aparte video over maken, maar ik livestream niet meer. Dus zoiets, een idee als een livestream, dat valt al meteen af. De tweede video was een video waarin ik vloog met een drone. De hele video bestaat eruit dat je vanaf een drone beelden ziet van een parkje met muziek eronder. Dat maken we ook niet meer tegenwoordig. Dat is niet iets waar ik een maand lang van video's van zullen maken, want dat is easy. Ik vraag 1 keer die goede dronevlieger die mij destijds geholpen heeft van, en wil je even een stukje voor mij met een drone vliegen en bam, 30 video's. Maar dat is niet hoe we het willen gaan doen. Dan had ik de derde video van Frodo Power. Was een video waarin ik letterlijk, het enige wat je ziet, is een bos. Mijn camera, ik liep zo, met mijn camera zo voor me. En ik film het bos. Jullie kunnen het al raden. Zoiets zou ik ook echt niet meer maken nu. Dan kwam een Harmen Frodo vlog. En denken jullie, ja maar Harmen Frodo vlog, zo doe je nu toch nog steeds? Dat kan toch gewoon? Die Harmen Frodo vlog was een timelapse. En niet zomaar een timelapse, dat was een timelapse van een flat die daar stond, die gestroomd was. En vraag je af, is dat de hele vlog? Nou, ik zeg 20 seconden in de vlog, hallo kijkers van Harmen Frodo. En vervolgens zie je een timelapse van 3 minuten over hoe die flat gesloopt wordt. Ook niet iets wat ik tegenwoordig nog zou willen maken. En voor de mensen die denken, ja, nu is het punt wel helemaal duidelijk. Alle video's die je toen uploadde, zou je nu niet meer uploaden. Dus er komt nooit meer een maand dat je dagelijks uploadt. Nou, dat is dan ook weer niet zo. Want dan als je wat verder scrolt van... Ik uploadde op 6 mei een leuke vlog. Weer met mijn vrienden naar Duitsland. Gewoon een leuke vlog. Die vlog zou ik op dit moment ook kunnen uploaden. Alleen dan iets langer. Want het was een vlog van 5 minuten. Dan op 8 mei upload ik mijn parody. De tweede eigenlijk wel leuke video. En die is 303 keer bekeken. Dat is mijn ene beste video op mijn YouTube kanaal. Toen uploadde ik een paar flashbacks achter elkaar, 3 dagen lang. Flashbacks is een serie die ik niet meer wil doen. Omdat ik momenteel 3 series heb waarin ik al terugkijk naar vroeger. Je hebt de serie de video. De vorige aflevering was de 300ste video. Zo krijg je de 400ste, de 500ste, de 600ste. Dan review je de afgelopen 100 video's. Dan heb je nog het Harmen Frodo jaaroverzicht. Die is ook weer net online gekomen. En daarin heb je dan het hele jaar van 1 april, mijn verjaardag. Het ene jaar tot het volgende jaar. En dan kan er niet nog een serie zoals flashback bij van... En flashback ook nog. Dus dat is het vooral. Dan weer een livestream. Een thumbnail video zou ik ook niet meer doen. Mijn YouTube verhaal akoestiek. Leuk idee. Niet goed uitgewerkt. Nou, ik hou hem op de derde goed bekeken video eigenlijk. Maar dat zijn geen video's die ik op dit moment zou zeggen van... Zo'n video ga ik weer maken. Want mijn YouTube verhaal akoestiek is achterhaald. Had ik tegenwoordig heel anders gedaan. Toen, Fortnite. Nee.
Toen livestream, vlog, trailer en twee leuke vlogs. Dat zijn volgens mij vlog 4 en de vierde en de vijfde video die echt leuk waren uit die Frodo Power maand. Dus dat is prima. Dan had je de payback, mijn diss-track, mijn allereerste diss-track. Gewoon een leuke video. Dus dat is de zesde video die dan leuk was. Dan heb je Fortnite, dat willen we allemaal niet. Een fotovlog, dat willen we ook niet meer. Leuke vlog, zevende video, vlog dat ik naar Taizee ga. En dan nog mijn diss-track, achtste video. Dus zo is het ongeveer wel duidelijk dat eigenlijk de hele maand ik maar een paar video's heb geüpload. Waarvan ik echt denk, ja, dat is een leuke video. Om precies te zijn, 8 video's. En op dit moment upload ik 2 keer per week. Wat zou betekenen dat als ik 1 maand 4 weken heeft, zoals de meeste maanden, dan upload ik in 1 maand 8 keer. Dus alle video's die ik in Frodo Power geüpload heb, konden maar beter gewoon die 8 video's zijn. Die 8 goede video's. De parody, de 5 vlogs en de 2 diss tracks konden best gewoon in 1 maand de 8 video's zijn van 2 keer per week. Maar dan is mijn vraag, kan er een tweede Frodo Power 2.0 komen met dan video's waar je wel tevreden over bent? Ja, dat kan. Maar dat kost wel heel veel tijd. Ik ben een jongen die in HAVO 4 zit en mijn toetsweek is net achter de rug. Dus dat betekent dat we weer fris beginnen met de nieuwe periode. Maar dat maakt het ook wel lastig om voor een maand 30 video's vooruit te werken. Want niet iedereen begrijpt dat een video die ik vandaag bijvoorbeeld upload, dat ik die niet vandaag heb opgenomen. Maar dat ik die veel eerder heb opgenomen. Dat noem je vooruitwerken, dat noem je plannen. Dus deze video staat nu 6 dagen al ingepland. En dat maakt het moeilijk om zomaar een hele maand opeens van tevoren in te plannen. Want 6 dagen van tevoren, zoals deze video, dat kan nog wel. Zo blijft het, de video blijft actueel. De video praat mee over dingen die er nu aan de hand zijn. En de video is in de editstijl zoals ik op dit moment ook wil editen. Dus zo er... Om even een conclusie te trekken. Zou er een Frodo Power 2.0 kunnen komen? Ja. Gaat er een Frodo Power 2.0 komen? Weet ik eigenlijk niet. Misschien wel. Misschien niet. En dat is dan de verrassing die jullie eigenlijk meekrijgen. Eigenlijk een hele onbevredigende video. Dus ik hoop dat jullie er toch van genoten hebben. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Tot later.